Het is dit jaar 250 jaar lien dat Maria Louise van Hessenkassel, oftewel Marijke Meu, verstoor. Maria Louise wie een Duitse prinses die een cruciale rol speelde had in de Nederlandse en Friese geschiedenis. Jetske Tjeertsma doet het komend jaloeren in Maria Louise's levensgeschiedenis. Jetske is 24 jaar en van dezelfde leeftijd als Maria Louise wie doet ze widowaard van de Friese stadhouder Johan Willem Friso. En de zware taak op haar schouders kreeg de Oranje-dynastie van de ondergang te redden. Dat is vast Jetske. Ja, Jetske Tjeertsma. Ben welke. Nou, zijn we mooi een Jetske. Goed idee. Ja. Nou, dit is ze nou, hè? Maria Louise, prinses van Hessen-Kassel. Waarom noemden ze haar einst Marijke Meu? Ja, Marijke Meu, dat is de koosnaam van prinses Maria Louise. Het betekent voor zelfs tante Marietje, hè? Marijke Meu. En waarom? Ja, omdat ze heel geliefd was. Ze was toegankelijk, sociaal en de mensen vonden haar ook gewoon in het kerk, kon ze haar groeten. Wie net een koninklijke prinses, ze stierf ze helemaal net op voor. En ze die een hele soort op sociaal gebied, altijd jilt aan onder eermen. Dus mijn oren worden landsmoeder, in de ware zin van het woord. En dat is haar man, Johan Willem Friso? Ja, Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland, prins van Oranje. En die trouwt met de charmante Maria Louise. Wat maken haar nou zo bijzonder? Ja, uniek is ten eerste dat ze twee keer regentes west hadden. Dat komt nergens voor in de geschiedenis, eerst voor haar Zwantje en letter voor haar Bernsben, haar kleinzoon, Willem V. En uniek is natuurlijk ook dat ze het huis Oranje-Nassau, het Hong on Sidentritie, voortzet had. Want de Hollandse tak van Oranje is wie uitstoon. Dus alleen nog de Friese tak weerder, Johan Willem Friso. En die is helaas heel betijd verdronken, 24 jaar. En ze hier al een dochterke, maar ze wie in verwachting. En net ien wist, hoe komt dit? Want het alleen nog een zoon telde doen aan mij. En het waren zoon. Willem IV was dat letter. En daarmee is het Oranjehuis rijden en is dat nou uw koningshuis worden. Dus zonder Maria Louise hien wij nou Willem-Alexander net op het troon. Nou ja, dat kist wel stellen, ja. Dat klopt, ja. Ja, ze weer 23 hier. Ga. Doet dat barren. Nou, dat is lieke oud als dat ik nou ben. Nou, denk die zien. Kan ik me haast net vaststellen hoe dat is als je 23 binnen. Want ik begreep, ze hebben je ik nog in verwachting. Ja, ze kreeg het haar twadden ben. Ja, ongelooflijk. Ja, en voor het regentes was ze. Dus ze moest ook het onbekende Friesland voor haar. Ze kon de taal net. Ook nog regeren, steeds maar. Hè. Ja, alles in één keer. Heel dramatisch eigenlijk, weer haar leven. Maria Louise werd in 1688 binnen als dochter van Karel van Hessen-Kassel en Maria Amalia van Koerland. Haar heid is dan een veronsteende Duitse landgraaf die zijn vermogen opbouwt met het verhieren van legers om land die in oorlog binnen. Ze komt uit een groot gezin en groeit op in de Duitse kassel. Hey, hier is kassel. Prachtig, het zeg. Nou, hier staan we in het park van Wilhelmshöhe, juist op Kassel Uut. Ja. En hier komt Maria Louise bij. Wat voor plak wie Kassel toen Maria Louise hier opgroeide? Nou, Kassel weer eigenlijk een heel iets hofstedje van haar huid landgraaf Karel. Maar die woedde een mooie stad van mij allure. Want hij leefde in de tijd van Paleis Versailles en dat woedde ik naaien. Dus grut. En hij bouwde een paleis. Hij bouwde dit, werd weer Noostenen, maar dit mooie uitzicht. Dus hij maakte er een grondeur van dat zei ze, nou, Kassel telt hij niet eens mee. Dus hier is een hele belangrijke stad ontworpen. Nou, sure, Jetske, dit is het enige dat nog authentiek is, oer van
landgraaf Karel van Hessen-Kassel, Hercules. Wat een enorm beeld. Ja, 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 prachtig. 70 meter heeg en het stamt uit 1900. Het is helemaal gerestaureerd weer en het is nu werelderfgoed van UNESCO. Waarom bouwde Karel dit enorme bouwwerk? Nou, Hercules, want dat met het verbeelden, is het symbool van het heldendom en ik wil van macht. En dat wie het ideaal in die tijd. En ik begrip van de mensen, hij wie heel geliefd, Hercules. Ja, eigenlijk het symbool wat Karel wezen wil. Wat hij uitstralen. Ja, wordt. Heldendom. Chimaeus. Ja. En hoe is Maria Louisa eens grutbracht? Ja, nou, dat is haar mem, Maria Amalia. Die is zo'n keer in verwachting geweest. 14 ben, een peer ben, heel jong stoon. Maar haar mem, Maria Amalia, weer heel gelovig. En ze had een hele godsvruchtige, zouden we dan zeggen, opvoeding hoor. En ze is ook altijd heel gelovig blun, haar leven lang, dat had ik op de been hopen. Maar dat had ze puur aan haar mem te danken. En discipline. Dat waar ik bijbracht door Haid, maar vooral mem. Ja. Dat kenmerkte haar opvoeding ja, heel goed. En een heel close gezin, zo weet je hoe het de dag zei. Als Maria Louise een jongetje hier is, moet ze voor het eerst de 1 jaar oudere Johan Willem Friso. Stadhouder van Friesland en Grijnsland en stamhouder van de Friese Nassau-tak. Het is een stoere kerel en bovendien draagt hij de titel van prins. Een klik tussen de beiden. Na alle gedachten had het jonge stel een soort kuieren in dit park midden in Kassel. Dit is Karlsouwe. Het leidt in de stad Kassel, daar ben we nog, onder de rivier. En hier stie ik het slot met zijn win, dat het huid Karel online. Dus Maria Louise had je waarschijnlijk ik wel met haar man Johan Willem Friso omkuieren. Ik denk dat zij haar verloofde en haar man, want ze ben hier getrouwd, dit park zien litten had. Dat ken haar zijn toos. Maar dit was het enige punt waar ze rustig in alle ontspannenheid keuren kon. Huh. En hoe wie dat eindsten arrangeren houdelijk? Of hoe zie je dat? Het is wel arrangeerd. Maar de mem van Johan Willem Friso heeft het al je bewerkstelligd. Maar wel zo dat ze zei in haar zoon. Doe maar zelf even die prinsessen die ik op het lijstje ha, beziek je. Want doe maar eens beslissen. En doe kamerieren. Toen weer verkocht? Nou, verkocht net direct. Althans, dat letter net blikken. Maar we merken wel dat er wordt voor dadelijk zei, dit is ze. En dan weten we door de brieven dat het staren gewoon ontdooide tussen die twee. En het werd uiteindelijk een lokkig houdelijk. Wat voor man wie die Johan Willem Friso eens? Nou, ik kist eigenlijk in één keer wel steeds een militair in hart en nieren. Hij wilde de oranje traditie goed voortzetten. Ik ben aans de baas van het leger. Er moet vochten worden, er is oorlog. Dus hij wierk een heel soort op slagveld in Noord-Frankrijk. Eens is ook hoor in die 2 jaar houdelijk die ze maar horen hè. Ik net niet zo vaak nee, zo. Nee, zei hij weer op slagveld en dan wie het weer even winter. En dan kon ze naar 14 de kamer hier. Het de eerste keer ben ze maken verloofd. Ja. Tweede keer dat er hier kwam, wie helle je letter? Dan trouwen ze. Nou, en dan werden jullie letter, helpt hij haar op. En dan is ze naar jou. En dan met de wet 14. Dus hij kwam net zo vaak jongen. Ik kan me daar eens net zo vol bij voorstellen, zo'n arrangeerd houdelijk. Dat het idee dat mijn heid en mem dan uitziekjes zoen, maar waar ik trouwen zoen. En dat je in 2 jaar houdelijk 2 bijen krijgt, maar ook hoor bij elkaar toch maar een PM aan een zoen. Dat vind ik ja. Echt. Ja, dat is de bedoeling. Zeker het nog maar even plastisch uitdrukken. Een dynastie, een vorstenhuis, een huwelijk, maar het verzwaren dat de volgende generatie komt. Want ze stoorden betreed de mannen op het slagveld, dat de vrouwen bij een kraambed. Ja, eigenlijk wel. Maar het geluk weer dat ze ja, in haar kwarte huwelijk toch gelukkig werd had. Het krekte trouwde stijl Gidwijn Niljout in het stedhoudelijk hof. Ze krijgt al gauw een famke, Anna Charlotte. En net lang daarna rekt Maria Louise op een nieuwe verwachting. Maar dan slacht het neet Lotta. Johan Willem Friso is onderwijs naar Den Haag. De boer die te moer het Hollands diep brengen mat, komt in neetwaterjochten. Toen ze midden op het Hollands diep waren, begon het te regenen. En dat vond hij niet zo plezierig. En samen met enkele bedienden stapte hij over in zijn koets. Die koets was vastgezet op de veerpont naar Strijsas. Was goed vastgebonden. En daar ging hij zitten om te schuilen voor de regen. Had hij dat maar niet gedaan.
Want vlak voor de haven van Strijensas draaide de wind plotseling naar het noordwesten. Een windvlaag greep de zeilen van de veerpont. Deze kapseisde enigszins. Johan Willem Friso en zijn bediende stapten uit. Ze werden gegrepen door een golf en ze kwamen in het water terecht. En hij verdronk. Wat we hier voor ons hadden, is een sismaar, een circulaire. Een officieel schuwend van Maria Louise. Onder de heren Staten-Generaal, over het overlijden van een man. En dan zullen we even nader beginnen. En daarvoor mogen we even de moffen ontwaan. Want dit is natuurlijk hartstikke oud en kwetsbaar. Het is als oud materiaal, ja, ja. En ik zal even beginnen met een stukje voor te lezen. Hoogmogende heren, dat bent dus de Staten-Generaal. Naardien het de goddelijke voorzienigheid beliefd heeft, ten heren Johan Willem Friso, prinsen van Oranje en Nassau, mijnen zeer geliefden, dierbare en hooggeëerde en heren, en gemaal in het bloei van zijn jaren uit dit leven weg te rukken. Dat is behoorlijk godvruchtig. Ja, ja, het schijnt echt dat de reacties van Maria Louise op het overlijden van haar man weer van de heren doet het zoals het hem goed is. Goh. Ja. Ik zou het denk toch wel wat anders reageren. Kijk, ik denk wel dat ze heel veel troostput had uit het geloof. Dat die vraag heel belangrijk. Het bijzondere om deze circulaire is dat hij dateert is 20 juli, Santje 111. Dus dat is 6 dagen na het overlijden van Johan Willem Friso. Alleen nog op dat moment wie het lijk van haar man weer nog net voen. Dat lag nog ergens in het Hollands Diep? Ja, dat lag in het Hollands Diep. Dat werd op 22 juli werd het voen door een skipper. Die had het vervolgens naar Dordrecht gebracht. In Dordrecht is het balsemen. Daar zijn ze ingewonnen, daar zijn ze begroeven in de Nijetscherk in Dordrecht. Vervolgens is het lichaam naar Oranjewoord is het gebracht. Daar had het bijna samen aan opbaatsteam. En pas in februari, Santje 12, is het begroeven. Of bijzetten in de kerk, in de grote kerk hier in de Oud. Op 1 september, Santje 11, werden de zoon van Johan Willem Friso en Marijke Meukenboeren. Dat is een lofgedicht. Dat is een soort een juichgedicht, een vrolijk gedicht. Over de geboorte van in dit geval Willem de Vierde. Een heilige juich wordt dat genoemd. O heugelijke aller dagen, waarop een nieuwe zon aan Nederlands hemel straalt, de geboorte van Willem IV, de oranje zon eerlangs in Hollands Diep gedaald. Haar man. Die verdronken we in het Hollands Diep. Dus werd die symbolische verwijzing naar de gebeurtenissen van zo'n week ervoor. Van u zal het nageslacht alle eeuwen door gewagen. Nou, en zij het blikken. Dus je eigen verwachtingen van de man weer de geboorte. Maria Louise is 23 jaar oud en staat er alleenig voor. Voortendalijks rijst er al een zware taak op haar schouders. Ze wordt regentes voor haar liedse zoon Willem IV, de nieuwe stadhouder van Friesland. De Nassaus zit op dat moment in grote zwierigheden, want zoon Willem is nog de enige oerbleunde erfopvolger van de Oranje-Nassau-familie. De Nederlandse Nassau-tak van Willem van Oranje, die de stadhouders van de Hollandse gewesten in de Republiek levert, is in Santje 102 al uitstoorn. Wat stadhouder Willem III zonder ben komt te versterren. De Friese Nassau-tak van Jan van Nassau, die de Friese stadhouders levert, staat er volle beter voor. Om de nijlittenskip van Willem van Oranje net verlenging te litten, bepaalt Willem III fascineer dat Johan Willem Friso, en letter dus zijn zoon Willem IV, stadhouder worden mat van alle zo'n gewesten in de Republiek. Maar de regenten in de economisch machtige Hollandse gewesten vielen er niet voor. Ze dielen liever zelfs de lekker zuid. Maria Louise strijdt het al die jaren voor de erfenis dat haar zoon recht op had. Die erfenis bestond uit grote bedragen. Bedragen die afkomstig waren uit de bezittingen van de Oranjes. De domeinen noemen we dat. Die had je zowel in de Republiek als daarbuiten. Ik noem er een drietal buiten de Republiek. Heel belangrijk. Dat was het Prinsdom Orange in Zuid-Frankrijk. En dat waren de graafschappen Lingen en Meurs in Duitsland. Nou, daar kwamen heel veel revenuen, jaarlijkse opbrengsten. Dat is één. In de tweede plaats, heel belangrijk natuurlijk,
erfde je ook de titel Prins van Oranje. En in de derde plaats hoopte Willem III waarschijnlijk dat Johan Willem Friso in zijn voetsporen zou treden en stadhouder zou worden van alle gewesten. Dat waren de drie belangrijkste aspecten van de erfenis. Lida Dijkstra is schrijfster van historische romans en had haar in het leven van Maria Louise verdiepen. Zij hier wel een heel best adviesteam om haar heen. Is, maar die steden van Friesland, die grietmannen, zij hier een hele protte, hele goede adviseurs om haar heen. Dus moest je net voorstellen dat ze er alleen nog voor stier. Dat hier ze nooit opredt. Als haar zoon Willem IV 20 jaar is, wordt er stadhouder van Friesland en Grijnsland. Er breekt een reistige tijd om voor Maria Louise. Zij heeft haar taak volbracht, denkt ze. Haar zoon is stadhouder. Die geeft een heel mooi houwelijk aan mij Anne van Hannover, een dochter van het Engelse koningshuis. Dus dat brengt een protte allure en grandeur in de familie. En zij keept panden aan de Grote Sjerkestrutte. En zij loekt haar waarom een hele lietse huishouding van maar 34 meisken. Het nieuwe thuis krijgt de naam Prinsessenhof. Dat nu het grootste keramiekmuseum van Nederland in onderbracht is. In het Prinsessenhof is nog een stijlkamer uit Maria Louise's tijd. Misschien is het leuk om even een kijkje te nemen in haar huis. En wel in het intiemste stukje. Prinsessenhof. Want het was eigenlijk een plek waar ze zich terugtrok in een wat rustiger gedeelte van haar leven. Zullen we eens even gaan zitten, zodat je voelt hoe het is om Marie Louise te zijn? Ja, lijkt het mij helemaal goed. Hoe zag het halfleven er hier op het Prinsessenhof eindst uit? Nou, een beetje miniatuur van wat er in het stadhouderlijk hof gebeurde. Ze ging hier wonen toen haar zoon volwassen was geworden. Nou, die woonde in het stadhouderlijk hof, dat is hier natuurlijk helemaal niet ver vandaan. En natuurlijk nam ze een aantal mensen mee, maar het was wel kleinschaliger. En toch werd er in die hofhouding, daar zijn ook geschreven instructies van, precies bijgehouden wie wat moest doen. Vooral wat ze ook niet mochten doen. Maar er staan ook regels in als bijvoorbeeld suiker in de thee. Nou, we hebben hier nou een prachtig stel op tafel. Zonder suikerpot overigens. Maar zij was de enige in het huishouden die suiker in de thee mocht. En voor de rest was het gewoon verboden. Omdat het zo duur was? Duur, maar er moest ook natuurlijk wel onderscheid zijn. Status symbool. Was een voorrecht, ja. Suiker was ook kostbaar. En ben die jurken nou ik van Maria Louise? Nee, dat zijn ze niet. Maar ze zijn wel uit de tijd. Dus het zijn wel echt 18e eeuwse jurken. Je moet maar eens dichtbij komen. En wat ik wel eens doe, is erachter gaan staan en net doen alsof ik ze aan heb. Nou, het zal een beetje moeite kosten. Want je ziet wel dat ongelooflijke smalle taille. Het lijkt mij net heel comfortabel. Dat is het ook niet. En kijk eens naar die mouwen, die zijn zo smal. En dat als je ze dan aan had, dan kon je eigenlijk niet anders dan je armen zo heel... Je stond rechtop en je had je armen zo heel strak. En ik denk ook niet dat ze er afwas in deden. Zij besteedde ik tijd aan liefdadigheid. Dat is bekend dat ze interesse hier in weduwe, wezen, eremeswarg. Ze ging naar het weeshuis, ze bezocht meesken. Maar ze had ik pigelijk zelfs een diaconiehuis stichten voor 100 orde van dagen, erem orde van dagen, die ter dan een zwargeleerse orde dij herkoen. Dus goede werken, dat wie ik zeker een aspect voor haar. De Prinsentuin, vlak achter het Prinsessenhof, jouwt zijn flinke opknapbeurt. Het zal een van haar grote leefhaverijen worden. Tun en tunkje. Krijgt het boetenlijout, leidt ze een compleet nij boeten om. Met een tun van 5 hectare. De plattegroen daarvan lezen nog in de archieven van het historisch centrum van Ljout. Nou, we lopen hier in het depot waar we alle afbeeldingen bewaren. Dus de tekeningen, de prenten, heel veel affiches, dat soort dingen. Er worden hier in deze kasten bewaard. Oké. Okay. Deze tekening, die is rond 1735 gemaakt, zie je het buiten van Marie-Louise.
Marienburg. Dus daar heeft ze naar zichzelf vernoemd eigenlijk. En nou ja, als ze niet op het Prinsessenhof was, maar zin had om veel buiten te zijn, dan ging ze hier naartoe en liep ze door haar eigen tuinen, door de boomgaarden en door de lusttuinen die erbij waren. Waar komt de leefde van die tuin bij? Ik denk een beetje uit haar jeugdjaren in Kassel. Haar vader, die daar landgraaf was, die heeft hun hele hof daar heringericht en die tuinen daarbij ook helemaal opnieuw aangelegd. Dus en, het is een beetje naar dat voorbeeld dat ze meenam het. En, ja, en de grandeur die je daar zag, die heeft ze denk ik ook geprobeerd hier bij Marienburg aan te leggen. Die tuinen daar zijn ingericht door Johan Heinrich Knauf. Nou, Marie-Louise moet onder de indruk zijn geweest van die man, wat hij gedaan heeft. Die wou dat ook. En die heeft uiteindelijk de zoon van Knauf naar Leeuwarden gehaald. En die liet zich hier Johan Herman Knoop noemen. En die heeft het ontwerp voor Marienburg gedaan, voor de tuinen. Hij heeft in eerste instantie het ontwerp gemaakt. En dat moest ook weer een beetje in de sfeer van Versailles. Dus die barokke stijl. En wie in dat dan gewoon al hier, gewoon zeg maar hagen? Of verbouwden ze daar ik nog wat in die tuin? Ja, het was een combinatie. Het was voor een deel een lusttuin. Dus waar Marie-Louise met haar gasten rond kon lopen. Of ze zelf een wandelingetje om kon maken. Maar je ziet er ook heel veel grond waar inderdaad moestuinen waren. En waar groenten en fruiten gekweekt werd. En heel veel boomgaarden waren sinaasappelbomen, citroenbomen, limoenbomen. Er stond van alles. En persiken. En daar hield hij een soort verstand van? Ja, daar had hij zeker verstand van. En hij was echt, voor zijn tijd was hij een onderzoeker. Ik kan een boek laten zien. Die geïnteresseerd was in de pomologie. Dus de leer van de appel- en de peersoorten. Ja. En ik kan een plaatje laten zien. Wat hij als eerste gedaan heeft eigenlijk is in kaart gebracht hoeveel verschillende appel- en peersoorten er eigenlijk waren. Hij is de eerste die ook een beschrijving van het fruit gegeven heeft. En die ze ook zelf heeft ingetekend. Oh, wat bijzonder. Ja, en echt tot eeuwen daarna. Dus ook in de 19e en 20e eeuw zijn er heel veel mensen die ook met die pomologie bezig waren. Die hebben zich altijd toch weer op knopen gebaseerd. God. Mooi, hè? Ja. In Santje Zoon 40 werd het onrustig in de Republiek der Nederlanden. De drie het oorlog. Eind april 1747 vielen de Fransen Zeeuws-Vlaanderen binnen. Volk komt in opstand en roept om een oranje. En zo komt Marie-Louise haar Grutteweensk eindelijk uit. Haar zoon Willem IV wordt stadhouder van alle Nederlandse gewesten. Maar net voor lang, want vier jaar later versterkt er. Zijn vrouw Anna van Hannover wordt regentes, maar doordat zij komt te versterren, wordt Marie-Louise opnieuw regentes voor haar beppensisser, Willem V. Ze is dan al 21 jaar en net meer seizoen. In maart 1765 woonden ze het avondmaal nog bij en toen viel het iedereen op dat zij alle mensen zo vriendelijk groeten. En derde paasdag moet ik misschien zeggen, ze werd rond de Pasen ziek. Tweede paasdag liep dat al heel slecht met haar. En in de vroege ochtend van dinsdag 9 april om 5:00 's morgens is zij overleden. Dat sloeg in als een bom. Wat we hier hebben, dat is de Ljouwerse kranten van 10 april 1765. Een grote rouwronde eromheen. En de Ljouwerse kranten die begint met het overlijden van Marie-Louise. En hoe de mensen haar tochten, ja, dat kist je lezen. Misschien. Verstandig, oprecht, vriendelijk, bescheiden, langmoedig en minzaam. Oh, dat is wel aardig positief. Dat is heel positief. Ik denk dat ze heel erg geliefd is onder de bevolking. Ze is ook heel dicht bij de bevolking. Ja, misschien kunnen we praten van een soort van people's princess. Ja, het zou Sonja dat Sint-Wurg nou net er in de krant vinden. Nee, Sint-Wurg broeken voor orenbewurdingen. Ja. Maar je blikt wel uit dat ze heel populair weer. Ja. Ja. Maar we hebben ook nog een verslag van de lijkstatie. Met de rouwronde. En daarin wordt wiedwijdig verslag dienen van de lijkstatie. Dus ze vertellen van waar wie erbij betrokken. Hoe laat begon het en de route die ze volgden, die kist helemaal reconstrueren. Het is een aardige route, maar er zien heel veel meisjes die langs de route. Dat kist je rek uit helje. En er waren heel veel meisjes rond mij. En enorm veel mensen uit Friesland en ver daarbuiten stroomden naar de stad toe. Dus alle zijstraten van het Prinsessenhof tot aan de Grote Kerk waren afgezet.
Mensen stonden op de daken en waren in bomen geklommen. Een enorme toevloed van volk. Overal stonden dubbele hagen, schutters en militairen. Daaruit blijkt of Maria Louise geliefd was natuurlijk enorm. Nou, dan ben je in een grote Jacobijner kerk. Zeg het. Ja, mooi. Ja. De kerk van de Friese Nassaus. Dus hier leidt Marijke Meu begroeven. Hier leidt Marijke Meu begroeven, lijkens alle oren Friese Nassaus. En dat weer 1250 juli? Ja, ze is 9 april standje 64 stond, dus dat is nog 1250 juli. En hoe reageerde het Friese volk op haar verstjeren? Nou, ik moet eerlijk zeggen, iedereen is helemaal verslijn. Tot en met de Pommeran, de politici, de bestuurders. Want ja, zij wie regentes voor de tweede keer. En het kwam heel min uit dat ze stoor, want het waren spannende tijden. Dus, en ze waren natuurlijk de laatste die je nog winnen. Toen werd het gebeurd. En zij wie heel geliefd. 54 jaar nadat haar man kwam te verstjeren, kwam zij hier dan eindst weer bij. Ja, in het kerken ben ze weer herenigd hier. Ja. En het heeft nog een triest einde. Oh. Want in Santje 94 met de Franse revolutie komen hier de patriotten en die vernielen de hele boel hier, de prachtige grafkelder en de mooie monumenten. En dan komen ze even later weer om. En dan hellen ze de grafkelder van de Friese Nassaus helemaal leeg. En de gemeenten die gooien ze voor hier bij de door van het kerken. En dan komen de Oranjegezin dat donker is en die brengen alles weer bij elkaar en die brengen dat hut weer om en de door op slot. En ja, zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Ljouwt. Wat een treurig eind van zo'n bijzonder leven. Ja, en nu staan we hier in het koor van de Grote Tjerke. Maar gelukkig, nee, al die jaren is dit weer mooi maken en herinnert alles hier aan de Friese Nassaus en vooral om Marijke Meu. Nou, ik vind het heel bijzonder aan Marijke Meu dat ze haar nooit uit het veld slaan liet. Het roosjeslagen liet het was. Ze had een grote problemen op haar wifoon, maar ze had er altijd het beste van maken. To rise to the occasion, zei ze dan. Hè. Zij had haar altijd over haar persoonlijke zinslagen heen zetten. En het hield het wel het beste voor het volk, bold ik. Net alleen voor haar eigen familie, maar ik voor Friesland. Het gezag bij haar was niet opgelegd, maar kwam uit haarzelf voort, uit haar persoonlijkheid. Dat je al je autoriteit ook kunt uitoefenen met pure menslievendheid. Dat vind ik haar grote kracht. Vorige week zet Friesland Docutijn met de vijfdelige serie Friesland 4045. Wat de oorlog mij u die. In deel 1, de malkstaking verroren alles. Dit is een plak wat spergebied weer. Meesten mochten hier net komen. Het weer militair oefenterrein. Dus net hier zeg dat het hier gebeurde. Er binnen 34 stiekem begroeven. En na de oorlog binnen de njoggentje vond. En een lietskofke daarna kwamen ze erachter. Er moeten nog 50 wezen.